Goedemorgen iedereen, fijn dat jullie erbij zijn. Fijn dat jullie kijken zijn naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Laurent, Mol, wij zitten hier naast mij. We zitten hier in de auto, want we gaan even iets gaan halen. Een little snack, een little kip nugget. Want Mol, had zin in nugget bij de kweek. Een liedje. Ik had zin in kip nugget bij de kweek. Ja, want je had dat voorgesteld. Oké, dus we gaan daar even naartoe. Het is de dag na mijn verjaardag. Nog een keer merci aan iedereen die is geweest. Het was superleuk. Ik heb het heel gezellig gehad. Merci voor het cadeautje. Ik ben super blij. Ik heb dus een Oakley zonnebril gekregen, wat crazy is. En een bon bij de Philemonius, wat ook super nice is. Dus ik kan met de Oakley zonnebril naar de Philemonius koffie gaan drinken. Dus dat ga ik wel eens gaan doen. Dus dat is super nice. Eerst even gaan tanken en dan richting de Quick gaan. En dan Nolan gaan afzetten richting op de trein. Want zij gaat naar huis. Dan kan ze huiswerk maken. Dan kan ik ook mijn huiswerk maken. En dan kunnen we elk onze eigen dingen een beetje doen. Volgende week ga ik naar haar. Want volgende week is het herfstvakantie voor mij. Let's fucking go. Dat is wel nice. Dus sleutel in het slot. We draaien hier aan. Let's go. Ah, ik heb dat trouwens ook niet gevlogd. Ik heb van Nolan een superleuk truitje van Santini gekregen. Ik heb nooit zelf de wil gehad, zeg maar, om een fietstruitje te kopen voor de winter, omdat ik er eentje had. Maar die begon eigenlijk een beetje te stinken, want dat was de enige die ik had. Nu heeft Nolan een eentje voor mij gekocht. Die is super nice. Dat is zo eentje. Want ik ben eigenlijk moeilijk met fietskleren, dus ik ben blij dat het iets is wat ik vind dat er goed uitziet. Het is zo'n zwarte trui met zo'n witte strepen, dus wel nice. U gaat sowieso wel nog zien in de vlogs, dus een leuk truitje. Dus voilà, we hebben al bijna een hele nieuwe fietsoutfit, hè. Nu, wij gaan voort. Even lekker gaan smikkelen. En ik heb ook een tekening gekregen van Owen en Broertje, dus dankjewel, Everin. Oh no, we're back again at the Quick. Nee, eigenlijk back again. We gaan eigenlijk niet zoveel naar de Quick. Quick, als jullie dit zien, dan mogen jullie mij sponsoren. Pizza uit sponsort Remco even een poel ook. Hè. Dus dan kan de Quick mij ook wel sponsoren, toch? Yummy. Een little crème. Maar dat is voor erna, of mag je eerst opeten? Ja, ik weet niet, maar we gaan echt meer opeten. Ja. IJs voor frieten. Let's go. Een half liter Fanta is altijd gelijk aan 2 kilo ijs en 1 centiliter Fanta. Ja, dat is genoeg hebben, denk ik. Nee. Maar eigenlijk wou ik een milkshake knappen. Ik wou iets een milkshake of een ijsje, maar dan dacht ik ga een milkshake pakken, want dan kan ik dat in een beker zetten. Maar er was geen milkshake, dus ik was zo autistisch dat ik gewoon een ijsje heb gekocht. Moet je een mukbang maken? Misschien moet ik een lijst met onderwerpen klaarzetten en dan een mukbang maken. Hoe grappig zou het zijn, moest ik dat ijs als dat vol was gewoon zo op je hoofd zetten. Wat vind je van de economie? We kunnen gewoon praten over de economie in de huidige markt. As you can see, hebben we hier de chicken dips. Nice. En de chicken wings. That's amazing. That is very good. Wow. Oder ik heb een grote friet geordert. Ik was verkleed als zo de slechte van Sneeuwwitje. Die moeder, die koningin, de slechte koningin. En dan zat zo'n pink hier. En ik ga op de glijbaan omgekeerd. En ineens val ik daarop en heb zo mijn zijn sleutelbeen. Ja. Mijn sleutelbeen niet gebroken, maar gekneusd. Ja, er zat wel zo'n breuk in, maar het was niet echt gebroken. Dus ik moest zo rondlopen met zo'n ding. Ik weet niet of dat verhaal zo precies is gebeurd, maar ik weet ook dat ik zo niks had gezegd aan mijn mama en dat ik dan bij mijn oma. Misschien had ik dat wel gezegd, maar dachten ze dat dat niet zo serieus was. Dan zat ik bij mijn oma en was ik aan het spelen en begon ik ineens te huilen omdat ik pijn had. En dan wisten ze van, oh. Ik was een keer ook naar de hospitalis omdat ik dacht dat ik iets voor had aan mijn arm. Omdat ik was gevallen van het paard. En die paard had zo op mijn arm gestapt. Dus ik had zo een grote wonde van een hoefijzer, zeg maar. En dan waren we daar 3 uur en dan zei de dokter gewoon, oh, dat is niks. Dus we zaten daar, ik weet niet hoe lang. En dan heb ik ook eens voor gehad dat ik een patatbal op mijn teen heb. Maar dat weet ik wel nog. Want toen was ik wel redelijk ouder. Jij zit eigenlijk lomp, hè? En dan zijn we naar het ziekenhuis in Oostende geweest, want ik was aan zee. En dan hebben ze mij een ganse plaster gegeven voor een kleine teen. Ja, en dan mocht ik niet gaan zwemmen. Maar ik ging eigenlijk wel gaan zwemmen. Met plaster? Zo'n plastic rond mijn plaster. Moest ik dat 2 weken houden, maar na een week heb ik dat er zelf afgetrokken. Voor de mensen die niet weten wat plaster is, dat is dus gips. Heb je al iets gebroken, Loan? Ja, mijn pols. Ik had net een nieuwe koersfiets gekregen van mijn Pepe. Oh, en ik was naar Stijn gereden. Ja. En dat was toen als mijn oma jarig was. Mijn oma was toen jarig geweest. En we gingen gaan eten die avond. Dus ik moest terug naar huis. En daarna gingen we naar de cinema met allemaal jongens van mijn klas. Toen ging ik dus naar Stijn met de koersfiets, omdat ik dat een keer wou tonen. En fietste ik met Stijn terug. Stijn was toen net begonnen met wat fietsen op zo'n mountainbike.
En Stijn op zijn mountainbike en ik op mijn koersfiets en we fietsen naar huis in Locristi. Komen van Lokeren, hè. En we zijn aan het fietsen en ik wil een keer testen hoe dat is om te sprinten. En ik schiet uit mijn klikpedaal op die nieuwe fiets. En ik maak een hele salto in een sprint. En ik val en dan breek ik mijn pols en dan is de ambulance en al moeten komen. Nee. En jawel. Een gebroken pols. Maar ik wist niet dat mijn pols gebroken was dat toen. En dus ik ga naar, met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Want daar was niemand bij mij in de buurt. Stijn stond daar ook van wat de hel gebeurt er. En andere mensen hadden de ambulance al gebeld. Dus we zijn naar het ziekenhuis gaan, pleister gekregen. En die foto's zijn al getrokken, pleister gekregen. En dan ben ik s'avonds nog naar het restaurant gegaan. En nog naar de cinema met die pleister. Nee, wacht, ik heb geen pleister gekregen. Ik heb eerst iets gekregen waar zo dat ook hield. En dan het pleister een paar dagen erna, denk ik. Omdat je niet direct een pleister kunt krijgen. Dat lijkt gewoon op een pleister, maar dat is eigenlijk zo'n verband met zo'n blauwe band. Ik was wel langzaam aan het denken. Alles was zo leuk toen je kind was. Sinterklaas of zo. Toen werd je zo wakker en dan was er zo een tafel met bonen en chocola en zo. En dan was dat kei leuk. Dat is hetzelfde als je zo naar de club gaat of zo. Dat is veel leuker omdat je gewoon gaat spelen altijd. Zo'n uitstap naar de club, dat was zo echt speciaal of zo. En Halloween was ook zo leuk. Want dan ging je zo naar een Halloween toe. En dan je trick or treat. En dat is echt leuk omdat je krijgt snoepjes. En dames en heren, wij zijn nu allebei 21. Volgend jaar worden we 22. Ja, stop er maar mee. Wie weet zijn we wel bijna 30. Mijn vrienden gaan 22 worden. It's crazy. Good morning USA. I've got a feeling that it's gonna be a wonderful day. Ik denk dat ik mij vandaag ga inschrijven voor de marathon van Gent. Ah, wacht, ik ga die foto trouwens nu eens tonen. Gisteren hebben we ook mooie foto's van Lucas getrokken met een brilletje. Dus die zal ik nu even in beeld tonen. Lucas die had, soms waren er zo liedjes, zo een beetje meer drum and bass denk ik of zo. Ik weet niet of dat de techno was, volgens mij was dat geen techno. Remixes van liedjes en zo. En dan had Lucas een brilletje aan en dan was dat wel funny, want Lucas heeft wel een hoofd voor zo'n brilletje. Allee, tijd om geld over te zetten. Want ik heb veel centjes gekregen op mijn verjaardag, dus daarvoor op gaan zetten en dan richting het station te vertrekken. Hè. Let's go! Ik heb iets gedaan. Ik heb mij ingeschreven voor de marathon van Gent. Let's fucking go. We gaan een marathon lopen in maart, jong. Het is geaccepteerd. Bevestiging van uw betaling. Beste Loran, bedankt voor uw bestelling. 90 ballen om mee te doen met de marathon. 24 maart in Gent, marathon. Guys, als jullie willen komen kijken, kom zeker supporteren. We gaan daar content over maken, hè. Marathonneke, jong. Volgend jaar ga ik 2 marathons lopen. Eentje op een Ironman en eentje gewoon. Ik ga proberen om onder de 3:30 te gaan. Als ik dat moet ik sowieso kunnen. Dus we gaan goed trainen, hè. Spannend. Holy fucking shit. Over 5 maanden lopen we een marathon. Ik hoop dat ik dat kan combineren met mijn stage. Anders ben ik geshareld. Maar top. We zijn ingeschreven. Let's fucking go. Ik ga nu een beetje voor school werken, want ik heb wel nog wat werk te doen. Dus ik ga dat doen. En dan ga ik normaal zien vanmiddag even gaan lopen. Maar ik ga zien hoe ik me voel. Eerst even, gelijk dat ik zeg, schoolwerk doen. En nog wat dingen in orde brengen. En dan ga ik wel aan sporten vandaag. Maar we zijn goed op schema. Ik ga nu zorgen dat ik gewoon zeker op tijd ga slapen. En dat ik morgen, want morgen hebben we om 8:15 les. Dus dat ik zeker op tijd ga gaan slapen. En niet te moe ben. Dus toppie. Guys, ik ben dus nu bezig met school. En mijn dingen staan hier open en check dat daar. Wauw. Check hoe mooi de lucht is. Ik ben dus goed aan het werken. Het gaat top, maar morgen moeten we een labo indienen. Allee, eigenlijk vanavond en dan moeten we dat morgen overlopen. Dus ik ga gewoon dit proberen afmaken of toch zoveel mogelijk af te maken. En ik zie als het... Allee, tot 10 uur werk ik sowieso en daarna werk ik niet meer. Dus we gaan ons best doen. Want ik wil sowieso mijn slaap even prioriseren. En dan vanaf volgende week terug goed knallen en goed trainen. En zo zit het schoolwerk erop voor vandaag. Morgen een nieuwe dag. Morgen ga ik gaan zwemmen. Dan ga ik proberen om terug mijn sporten wel op te pakken en regelmatiger te zijn. Het is goed gelukt. Het is nu 11 uur. Dus perfect tijd om mijn bedje te gaan. Ik sta om 7 uur op. En dan gaan we terug in het ritme geraken. Het is eigenlijk een keer niet middernacht wanneer ik ga slapen, dus super goed. Ik leg mijn telefoon weg van mij, dat ik daar ook niet meer aan zit. En dan gaan we gaan slapen, morgen naar school sporten en terug huiswerk maken in de namiddag, want dat moet natuurlijk. Ik hoop dat jullie nooit van de vlog, morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuw vlog om 6 uur. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren en dan check ik jullie morgen weer bij een gloednieuw vlog om 6 uur. En zoals altijd, ciao, kus.